We have no bananas. We have no bananas today. We've got green beans, spring beans, and onions, and scallions, and all kind of beans will stay. We've got the old fashioned tomato, the Long Island potato. But yes, we have no bananas. We have no bananas today. We're in the money. We're in money. We've done a lot of what it takes to get along. We're in money, and skies are sunny. Old man, depression, you are true, you did us wrong. We de stijl van een cabaretshow is dus niet zo afgewerkt als dat wij tegenwoordig gewoon zijn. Met al onze televisiedingen die tot in de puntjes geregisseerd zijn, is dit absoluut niet geregisseerd. En dat mag het ook niet zijn. Het moet dus met haken en ogen alleen. Ik zal een paar crisismoppen vertellen, maar alleen als u lacht. Als u niet lacht, dan vertel ik ze niet. Dus dit is een stockbroker op Wall Street. En de dag dat alles crasht, krijgt hij een hartinfarct, want hij kan dat allemaal niet aan. En hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht in een ambulance. Hij ligt daar in zijn kamer. Ondertussen komen zijn vrouw, zijn kinderen, de dokter, iedereen zit rond hem in het bed. Zijn vrouw neemt zijn hand en zegt... Schat, met uw constitutie leefde jij tot 120. En de zakenman antwoordt... Ja, maar waarom zou God wachten tot 120 als hij mij kan hebben aan 60? Mit mein Schreien und mein Läufen keiner will bei mir nicht käufen, als gekehren will ich verjagen. Un, deux, trois, quatre, voilà les chômeurs qui débarquent. Plus de travail dans les fabriques, tout maintenant est automatique. Nos marteaux fut-il en main, ils s'en foutent qu'on crève de faim. Que reçoit le travailleur, une misérable paye à l'heure. Une misérable paye à l'heure. We hebben eigenlijk al voorgeschreven... dat u naar Yes We Have No Bananas bent gekomen met Kevin van Staaij en Noemi Schlosser. En dat als je zelfmoord wilt plegen, dat daarom is. Maar stuur dat dan naar de Humo. Of naar de krant. En naar de Standaard. Slechtste geval dat allemaal. Ik bedoel, er bestaat geen slechte publiciteit. Wij kunnen het echt gebruiken in deze crisistijden om mensen naar ons te laten. En misschien worden mensen wel nieuwsgierig en... Is er een vlaag van zelfmoorden in Vlaanderen en hebben wij daar alles mee te maken? Politicians are magicians who make swindles disappear. The deals they're making, the bribes they're taking, never reach the public's ear. The left betrays, the right dismays, the country's broken. Guess who pays but tax each swindle in the making? Profits will be record-breaking. En we slijpen ons weer verder door de dagelijkse sleur. We slijpen ons door de crisis en door het grotere malheur. We vloeken op de toppers en we vloeken op het verkeer. We haten Fabiola, want we willen